Hoi allemaal, vandaag heb ik een video voor jullie over mijn paardenspullen en die staan achter me. Dus laten we beginnen. Ik heb als allereerste dit halster met touw. Hij is in maat kop en hij is verstelbaar tot maat vuil. Dus dat is heel erg veel. En deze gebruik ik heel vaak voor manegeponies. Want ik rij zaterdag rij ik altijd op de manege. En zondag rij ik af en toe heel af en toe zelf. Ergens. Anders bij de tante. Maar omdat de meeste manegeponies met een andere halster niet passen, heb ik dit halster als ze te groot hoofd hebben. Dan heb ik dit halster en die gebruik ik ook bij mijn verzorgpony, want mijn andere verzorgd Shetlander die heeft ook dit halster. En ja, dan lijkt ze echt hetzelfde. En mijn lievelingspony van de manege die past deze ook, want die heeft een te klein hoofd. Die heeft een te klein hoofd voor dat andere halster. En daar heb ik ook nog een halsstel bij gekocht, dus dan is het helemaal een setje. En ik heb ook van het andere, van dit halster zit ook een touw bij. Dan heb ik een extra bitje. Heel erg heb ik ergens voor gebruikt. Die heb ik gewoon hier hangen voor hetzelfde geld als een pony en bitstuk. Dan heb ik hier een witte singel. En die gebruik ik alleen in wedstrijden als ik bijvoorbeeld op een andere pony dan mijn lievelingspony gaan rijden. Jullie kunnen zaterdag kunnen jullie mijn lievelingspony zien. Want dan ga ik naar de manege en dan kunnen jullie hem zien. En die past deze single niet. Dus als ik op een grotere pony moet rijden, is de single al stuk. En ik heb deze single mee, dan is het handig. Dan heb ik een zadel. Maar dat zet ik jullie even op. Kijk, met een zadeljuweel. Zo. Het is eigenlijk gewoon een schoenveter. Dus het is niet echt een zadeljuweel. Want die zadeljuwelen zijn al 20 tot 22 euro. Dus dat is duur. Maar ja, ik ga wel snel verder. Ik heb een zweep. Een groene zweep. Het is best wel pluizig. En hij is een stuk. Kijk. Dan heb ik peesbeschermers. Maat, kop en ponykop. Kijk. Voor en achter. Want ik heb dit geprobeerd aan mijn verzorg. Pony die bij mijn tante staat en die past het. En mijn lievelingspony past het. En zelfs een manegepony past het. Dus dit is gewoon haast ook een kop. Dan heb ik een flesje water voor de auto als het dan warm weer is. Een cap. Die wil ik altijd erin zitten. Want als ik dan een keertje weg ga, dan heb ik altijd deze. Het is een zwarte cap. Dan heb ik nog mijn dekje. Het is een Harry's Horse dekje van Diamond, van de Diamond Crush serie. Borstel. De topmodel borstel. Die heb ik voor nodig gevallen, want ik ben heel vaak mijn borstel vergeten en dan heb ik mijn borstel niet bij me. Dus dat is dan super vervelend. Dus dan moet ik mijn paard even stiekje in. Dus daar hou ik niet van. Dan heb ik mijn poetskist. Mijn poetskist is blauw. En ik heb dan een handschoenenbakje met mijn leskaart erin.
schoenenglans. Wedstrijd-elastiekjes. In de kleuren wit. Met diamantjes. Zilver en roze met zilver met een diamantje. Dan heb ik een zwarte rosborstel. Ik had eerst een roze, maar die is stuk. Dus nu heb ik een zwarte. Ik heb een staartborstel. Die is laatst al gebruikt. Ik heb een extra hoevenkrabber en een manenkammetje. Van die pinkjes. En ik heb een zacht en harde. Deze hoort eigenlijk ook roze te zijn, maar die is gewoon helemaal grijs. Dan heb ik mijn snoepjes. En een hoevenkrabber met borsteltje en anti-klitspray. En altijd nog kleine worteltjes, zelf gekweekt. Ik heb mijn rijlaarzen, Modoni. En ik heb chaps. Die gaan misschien nog te koop staan, want deze zijn voor mij te klein haast. In ieder geval de chaps zijn te klein, de schoentjes haast een beetje. Dan een houten laarzen uittrekken. Touwtjes gemaakt. Maar het zijn geen echte, dus ik weet niet of ze werken. Ik ga dus zaterdag ga ik het uitproberen op de Shetlander. Ze werken. Nou, dan zijn we er eigenlijk al doorheen. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. En doe vast blauw duimpje omhoog. Like it, share it. En abonneer op ons kanaal, zou ik zeggen. Nou. Tot de volgende keer en doe de groeten.